Soelie, het is weer maandag. Tijd voor het rondje langs de buitenlandse velden. Wat voor een weekend heb jij achter de rug? Een zwaar weekend hoorde ik net. Ja, ik heb je net verteld toch over dochtertje 10 maanden. Als die dan om 22:30 s'avonds wakker wordt. Als je denkt, ik zet lekker een heerlijke film op. Vrouw is van huis. Fles whisky. En dan wordt je dochter wakker. Ja, dat is dan wel balen. Dat is wel balen, ja. Als je denkt een manavond te hebben in je eentje. En ja, je vrouw van huis, je vriendin van huis. En dan krijg je dit. Eindelijk rust. En dan krijg je hoofdpijn van, hè? Ja. Ruben is op vakantie. Ik heb het gehoord, ja. Een paar weken. Dus je moet het nu even met mij doen. En wel rustig zonder Ruben even, of niet? Hoe bedoel je dat? Ja, nee. Het bevalt me wel zonder Ruben. Maar ik ben blij voor hem dat hij hele huis is aangekomen, toch? Ja, zeker weten, op vakantie. Ja. Negatief ook? Stel je voor dat je positief test als je ergens op een vliegveld staat. Dus ik ben heel blij voor hem. En ik hoop dat hij het naar zijn zin heeft de komende weken. En dat hij gebruind terugkeert. En dat hij lekker kan surfen. Hè? Want daar is hij natuurlijk een enorme fan van. En tot die tijd moet ik het met jou doen. En met Bruno van Anders. Dus dat is prima. Zit je nou altijd naar mijn kanté te kijken? Sorry? Ja, ik zit heel veel naar jouw kant te kijken. Die kanté van jou. En ik heb die grap eigenlijk al een half uur door. Dus ik... maar heel origineel dat jij met een kanté op tafel komt aanzetten. Ja. 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 Ik zit altijd naar die kopjes van Ruben te kijken. En nu naar jouw kanté. Ja, heel goed, ja. Zullen we beginnen in de Premier League? Want Kanté speelde ook. City tegen Chelsea. 1-0 was het. Ja. Wat voor een wedstrijd heb jij gezien? Nou, Kanté viel om. Die viel om, ja. Ik heb daar met Pieter Zwart, onze tactisch... Onze hoofdredacteur, onze meester tacticus. Ja, die heeft eerst alle andere wedstrijden tussen Tuchel en Guardiola teruggekeken om te begrijpen wat er in de wedstrijd zou gaan gebeuren. En toen, op basis daarvan heeft hij in zijn hoofd voorspeld wat er ging gebeuren. En dat, precies dat gebeurde, niets. Het is toch wel heel veel energie steken in iets. Maar Tuchel en Guardiola, die zijn echt aan het schaken met voetballers op hoog niveau. En ik zat tijdens wel te denken, goh, voor wie is dit nou precies leuk? Het is voor Tuchel leuk, want die was wel vrij opgewonden na afloop. Die vond dit echt leuk. Om met die voetballers lekker heen en weer te gaan. En wie staat waar en hoe stel ik Ziyech op? En Ziyech moest gaan rennen. Hè, dat werd van tevoren, voor de wedstrijd al door Tuchel benoemd waarom Ziyech speelde. Omdat hij beter is in rennen dan Mason Mount. Denk daar eens over na. Wat zou hij daarmee bedoelen? Letterlijk wat hij zegt. Letterlijk wat hij zegt. Hakim Ziyech staat opgesteld omdat hij bepaalde ruimtes moet gaan belopen. En in de omschakeling moeten ze City pijn gaan doen. City heeft de bal, dat is normaal gesproken zo. En Chelsea verovert de bal met jouw Kanté. En dan is het Ziyech die gaat lopen. En de speler die naast hem staat, Pulisic in dit geval. Maar ik zat wel rond minuut 75 te denken. Ziyech gewisseld, geloof ik. Ja, weet wel zeker. Toen stond al 1-0. Waar is Ziyech goed in? Waarvan zou je hem kunnen kennen als voetballiefhebber? Zijn inzicht. Ja. Ja, zijn basis. Weet je wel, over 50, 60 meter. Dat je denkt, hoe kan hij dat op die manier zo uitvoeren? Wat een ongelofelijke paas. De laatste paas die hij heeft gegeven bij Chelsea is een paar weken geleden een keer. En ja, in de beker. In de beker, eentje, ja, precies. Werner, ja. Dat je dacht, dat is, die was heel mooi, dat is Hakim Ziyech. Ja. Maar hij moet nu dingen van zijn trainer doen. Ja, dat vind ik toch jammer. En ik weet het wel. Chelsea is een van de beste ploegen ter wereld. Ze hebben de Champions League gewonnen. Hij heeft dus ook de Champions League gewonnen. Het is City. City afstoppen is lastig. Want die hebben al zoveel wedstrijden op rij gewonnen. Dan komt Chelsea langs. De trainer heeft een plan. En daar zit je naar te kijken. Maar er gebeurt vrij weinig op het veld. Want alles elimineert elkaar. En het is dat Kanté een inschattingsfout maakt aan de zijkant. En De Bruyne bij hem kan wegdraaien. Naar binnen snijdt. En dan die bal binnendraait. Heel mooi trouwens. Dat is het moment van de wedstrijd. Waarin het eigenlijk net niet ging zoals Kanté het in zijn hoofd had. En daarom verliest Tuchel die wedstrijd. Maar het was echt een typische 0-0 wedstrijd. Maar dat was nog één ander moment van de wedstrijd. Dat was dat Ziyech een paas gaf op Lukaku. Die, laten we het maar eens gewoon zeggen, niet aankwam. En Tuchel was woedend. Was ziedend. Witheid. Hij was na afloop ook woedend over. Hij benoemde het heel specifiek wat er fout ging. Hij had het toen over de aanval. En niet alleen over Lukaku, maar ook de twee jongens erachter, Ziyech en Pulisic. Dat in de momenten dat er iets mogelijk was, waren ze slordig, niet snel genoeg. En Lukaku liep ook niet goed genoeg vrij, waardoor hij moeilijk aanspeelbaar was. En dus makkelijker te dekken door City. En dat zag je allemaal terug. Maar het is wel voetbal op tactisch hoog niveau. En daar moet je wel zin in hebben als kijker. Ik bedoel, bij de Afrika Cup zie je natuurlijk leukere dingen. Is ook slecht voetbal. Maar er gebeurde tenminste... Guinea-Bissau... Er valt de keeper op zijn nek. En een bal rolt het doel in. Weet je wel, dat soort dingen gebeuren daar.
En hier gaat heel weinig mis in verdedigende zin bij Chelsea. Maar ik had het over de paas van Ziyech. Ik wilde eigenlijk zeggen, hij is heel kritisch op die drie voorin. Er lukte aanvallend ook vrij weinig. Ik heb weinig schoten op doel van Chelsea, kan ik mij herinneren. Misschien één in de hele wedstrijd, per ongeluk. Maar aanvallend onmachtig. En die paas waar jij het over hebt, ja, ook. En Ziyech krijgt dan van zijn trainer waarschijnlijk een onvoldoende op zijn rapport. Van ja, dit was niet voldoende. En dan gaat er weer een ander speler uitgebeerd worden. Dan mag Mason Mount volgende week weer proberen. Maar wat vond je van de reactie van Tuchel naar die mislukte paas van Ziyech? Ja, ik vind sowieso, Thomas Tuchel heeft daar een handje van, maar meerdere trainers hebben daar een handje van, dat ze na een verkeerde paas van een van hun spelers, en in dit geval de Ziyech, op een zeer rare wijze ontploffen. Ik vind dat heel kinderachtig. Ik denk, je bent volwassen vent. Je ziet een speler een fout maken. Hij doet het niet expres. Waarom op die manier ontploffen? Wat wil je laten zien? Dat jij er heel erg mee bezig bent. Dat het niet aan jou ligt. Maar dat het de fout van de speler is. En niet van de trainer die een tactisch plan heeft bedacht. Ik snap dat eerlijk gezegd niet zo goed. Waarom Thomas Tuchel op die manier ontploft. En hij had het bij Paris Saint-Germain ook tijdens wedstrijden. Dan denk je, je staat 4-0 voor. En Mbappé doet eens een keer een trucje. Waarom doe je zo raar aan de zijkant? Laat gaan, joh. Die jongen heeft zin om zich uit te legen op het veld. Mm-hmm. Het gaat om hele kleine marges. En Thomas Tuchel wil laten zien dat hij daarmee bezig is. En dat, ik denk dat daaruit voortkomt. Ik heb geen idee. Ik vind het ook vreemd. Maar ik vind bij Thomas Tuchel al jaren best vreemd. Maar Julian Nagelsmann bijvoorbeeld heeft er ook een handje van. Dat hij langs de zijlijn. Je kan het nakijken op foto's. Dat hij met zijn armen wijd zo enorm te bulderen. Omdat Leroy Sané een bal verkeerd geeft. Zou het nou zin hebben? Maar, nee toch? Nee, het heeft geen zin. Het is vooral laten zien dat jij dat als trainer heel goed begrijpt. Maar die spelers verkeerd uitvoeren. En dat lijkt mij de omgekeerde volgorde. Net zoals die trainers die dan als het keihard regent, dat ze expres dan voor hun dugout gaan staan. Ja, kijk mij serieus hier staan. Helemaal nat worden in de regen zonder paraplu. Ja. Ja, kijk. Er zijn trainers die kennelijk niet doorhebben dat het regent. Dat kan. He, dat je al 10 minuten in de stromende regen staat. Dat je de kleedkamer inloopt en je afvraagt, goh, waarom ben ik nat? Ja, het regende, maar je bent zo gefocust. Heb jij dat wel eens als je buiten loopt? Nee, ik haat regen. Dus je hebt zo'n regen-app en dan kun je van tevoren zien wanneer het gaat regenen. En dan daartussendoor plan ik hopelijk de rondjes met Kato bijvoorbeeld. En dan wil ik niet nat regenen. Dan moet je zo'n zeil eruit halen, weet je wel, over de kinderwagen heen. Ik wil niet mee vermoeien verder. Maar het heeft nogal wat implicaties als het gaat regenen. en je wordt zelf kletsnat, hè? Ja, dat is vooral kut. Dat is zeker vervelend. Ik wil het woord kut niet gebruiken. Nee, dat heb je toch gedaan. Ja. Aston Villa tegen Manchester United, Sully. Ja. De terugkeer van de grote man die nu achter jou komt. Felipe Coutinho. Coutinho, zoals Ruben altijd zegt. Coutinho. Hij deed het gewoon, hè, in de slotfase. De 2-2 maken voor Villa. Is toch wel dat je een jarenlang uitgelachen wordt. Het lukt niet bij Barcelona. Je wordt verhuurd aan Bayern München. Daar lukt het wel een klein beetje, maar ook niet helemaal. Dat je naar Aston Villa gaat en in je eerste minuten, eerste invalbeurt, met een doelpunt en een assist, ervoor zorgt dat het 2-2 wordt tegen United. Het is wel lekker binnenkomen. En je zag wel aan de kleine dingen, bijvoorbeeld de samenwerking met Jacob Ramsey, hè, dat is een talentvolle speler van Aston Villa, die is technisch vrij goed. Die connectie met Coutinho zag je meteen, die weten elkaar te vinden. En ik denk dat het voor Coutinho heerlijk is om net onder de top bij Aston Villa, waar hij niet op elke foute paas beoordeeld wordt en zegt, ja, dit is geen Barcelona speler, want dat gebeurt op Barcelona natuurlijk. Ja. Elke foute paas wordt er uitgelicht, want je moet het ergens over hebben in die kranten. Maar bij Aston Villa mag hij een keer een bal op doel schieten die hoog overgaat. En ik zit eraan te denken en ik wil eigenlijk mijn tactiek niet verklappen voor de Fantasy Premier League, maar ik denk dat Coutinho de komende half jaar, net zoals Jesse Lingard een periode heeft bij West Ham, dat je net onder de top, dat je gewoon iets meer, dat je als speler misschien die druk niet voelt van het moeten presteren bij een topclub. En misschien dat Coutinho ook daar misschien last van heeft gehad. Het mentale, psychische effect. Dat hij bij Aston Villa precies het juiste platform heeft en dan wel al zijn kwaliteiten uitkomen. Dat al die topclubs denken, god, wat een waanzinnige speler. Daar gaan we 108 miljoen voor betalen. Dus dat hij wel zo goed is, maar dat we het nu gaan zien bij Aston Villa. En dat is voor Aston Villa natuurlijk, want het werd toch wel een beetje met sceptisch bekeken, die transfer van, goh, wat moet je met een speler die in de top mislukt is. Ja, natuurlijk de link Gerard Coutinho, dat was natuurlijk de reden voor hem om te gaan. En ondertussen met Digne op de linkerflank, met die Ramsey, wat ik al zei, met een aantal andere wel interessante. Fijne goal maakte die ook, hè, die Ramsey.
snelle voetbewegingen inschieten. Ja, ja, precies. En dat elftal, dat begint wel vorm en kleur te krijgen. Aston Villa wel een leuk elftal aan het worden met Gerrard als trainer. Ja. En dat heeft Coutinho misschien wel een leuke keuze voor Coutinho. En misschien dat we iets meer Coutinho gaan zien de komende weken in de Premier League. Daar verheug ik me wel op. En de doelman van Aston Villa, Emiliano Martinez, die was ook blij, hè? Ja. Eerst niet natuurlijk, na die geweldige blunder. Dat ja, dat is vervelend op zo'n moment. Dat gebeurt elke keeper wel een keer. Of misschien wel vier keer of vijf keer. En lullig. Toch? Maar daarna was hij blij toen hij het ging vieren met de fans. Dat vond ik wel mooi. En hij heeft de Copa America gewonnen met Argentinië. En is natuurlijk jarenlang achtste keeper geweest van Arsenal. En heeft echt een geweldig 2021 achter de rug. En voor hem wel leuk dat zo'n fout dan wel enigszins nog goed gemaakt wordt. Ja. Dus dan begrijp ik zo'n viering wel. Ja, zou je dat ook doen? Dan met de fans zo lekker tussen die fans staan. En nou, ik zou wel een beetje me zorgen maken als je ziet wat er gebeurt als je corona krijgt. Dan mis je zo drie wedstrijden. En ja, ik weet niet of ze allemaal zich aan de regels hebben gehouden. Of ze geen wilde feestjes hebben gehad de nacht ervoor of twee dagen ervoor. Dus ik zou niet zomaar het publiek inspringen. Je laat je elke dag testen. Dat doe je niet zomaar, dat moet. En dan spring je zo corona-broeinest in. Maar ja, je zullen wel weer comments onderkomen, want er zijn een aantal ontkenners. Maar wappies hebben we? Niet? Ik wil het geen wappies noemen, want ik wil niet zeggen dat ik in mijn eigen familie ook wappies heb zitten. Maar, zijn dat leuke gesprekken? Ik weet niet of jij het hebt, maar af en toe heb je moeilijke gesprekken met mensen die dingen beweren die ze ergens gelezen hebben. Weet je wel? En voor mij mag mensen zonder mondkapje door de Albert Heijn lopen. Vind ik prima. Als statement. Je hebt van die mensen die dan... Maak je het wel eens mee dat je door de winkel loopt... en dan loopt er iemand zo naar je te kijken... van jij hebt een mondkapje en ik niet. En dan denk ik, ja, stoer. Weet je wel, er is mij gevraagd bij de ingang om een mondkapje op te doen. Als mij gevraagd wordt een clownsmuts op te doen... of een clownsmuts op, weet je wel. Als dat de regel is bij de Albert Heijn, dan doe ik dat. Weet je wel, ik heb daar geen bijgedachtes bij... als iemand mij zou zitten aan te kijken. Nee. Maar goed, genoeg over corona, want voor je weet word je gecanceld. Ja, wat ook gecanceld werd was Spurs tegen... De Voice of Holland. De Voice of Holland, wil je het daarover hebben? Nee, die wil ik niet over hebben. Dat is ook heel altijd. We gaan boos, hè, donderdag. Gaan we allemaal kijken. Ja, wat er aan de hand is. Ja, tuurlijk. Ik ben wel benieuwd. Ja. Maar goed, wat ook gecanceld werd is Spurs-Arsenal. Heb jij enig idee waarom? Ik heb het gelezen. Arsenal heeft aangevraagd om niet te spelen vanwege één of twee coronagevallen en blessures en Afrika Cup. En daar is natuurlijk al, daar zijn ze bij Tottenham... Dit is een verkeerd plaat, ja. Bij Tottenham waren ze natuurlijk verborgen over dat kan. Dat je gewoon een soort van keuzemenu hebt. Die wedstrijd doen we even niet. Het komt ons beter uit als we die over een paar weken spelen, die wedstrijd. Nou, dan halen we die toch lekker uit. Dan vragen we gewoon compensatie aan. Ja, heel vreemd. En ik begrijp de boosheid van Premier League watchers, van Premier League volgers, van de mensen in de studio's daar. En van Tottenham zeker. Maar ik begin steeds meer vraagtekens te stellen bij... Het feit dat er geen gaatje in de kalender was voor Tottenham om een wedstrijd tegen Stad Rennes in Europa in te halen. Ja, als je nu ziet wat er allemaal gebeurt, hoeveel wedstrijden ze hadden toch gewoon een wedstrijd uit kunnen halen en tegen Stad Rennes kunnen spelen. Tuurlijk. Het is een beetje gekkigheid. Ja, daarom snap ik wel dat ze heel erg boos zijn. Ja, ja. Ja, tuurlijk. Ja. Tottenham wordt hier beroofd van misschien een moment tegen Arsenal te kunnen spelen dat ze iets verzwakt zijn. Kijk, de Afrika Cup, daar heb je mee te dealen. Daar hebben alle clubs mee te dealen. Maar Arsenal, die tilt dat nu zo'n wedstrijd eruit, zo'n derby. En ja, wellicht wordt die pas ingehaald half februari. En staat ze er heel anders voor. Is misschien Ødegaard weer terug van zijn COVID-blessure. Dat zal ik een blessure noemen. Ja. Maar die is nu die is positief getest. Die speelde. Die was zeer belangrijk voor hoe Arsenal speelde. En als je die dan mist... En je kan zijn wedstrijd eruit tillen. Ja, het is een beetje shoppen in de reglementen. Ja. Beetje vreemd. Beetje vreemd, ja. Zullen we de overstap maken naar Spanje? Tenminste, niet letterlijk naar Spanje. Want de finale van de Copa, de Supercopa, werd natuurlijk gehouden in Riyadh. Ja. Wat vind je daarvan trouwens? Dat het daar gespeeld wordt? Ja, weet je wel. Moet ik daar iets van vinden? Het lijkt wel VI vandaag. Je moet overal iets van vinden. een beetje commercieel, hè? Ja, kijk, er is een golf. Nee, een tennisser. Die Britse tennisser, Andy Murray, die heeft gezegd... ik ga niet in Saudi-Arabië tennissen. Vanwege situatie mensenrechten en het feit... Saudi-Arabië als land, daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Daar werd hij om geprezen. Maar hij was ondertussen wel in de Verenigde Arabische Emiraten... een maand eerder voor eenzelfde soort evenement... waar hij veel geld op gehaald heeft. Weet je, je moet dan een lijst met landen gaan aanleggen... waar je niet kan sporten. Nou, daar zal je China onder kunnen rekenen, Rusland. Zo heb je nog 15 landen.
volgens mij zijn de winterspelen in februari in Peking, toch? Of in China? Ja. Ja, in China. Ja. In China, ja. Er zijn nu ook een aantal regeringen, maar nu gaan we opeens, nu wordt het een soort één vandaag. Maar er zijn ook een aantal regeringen die geen gezanten sturen, toch? Naar Nederland stuurt het niet vanwege andere oorzaken. Maar er zijn een aantal regeringen die zeggen van ja, die situatie werd bepaald. Ja, ik wil de naam niet noemen, dan word je gecanceld op Facebook. En dan komt de Chinese overheid in actie. Mm-hmm. Maar de situatie met de Oeigoeren en zo, weet je wel. Dat, en de mensenrechtssituatie in China, dat willen we... Ja, willen we dat... hoe zeg je dat? Ja, hoe zeg je dat nou? Dat willen we een statement in maken. En we sturen geen overheidsfunctionarissen. Nou ja. Maar ja, zou je een keer bij Op1 willen zitten of zo? Of zo'n programma? Nee, waarom zou ik dat willen? Nou ja, omdat je er wel verstand van hebt, blijkbaar. Nee, ik volg gewoon het nieuws en ik lees de krant. Ja. Dat zouden meer mensen moeten doen. Ja, dat zouden echt meer mensen moeten doen. Dat je een beetje geïnformeerd bent, want dat mis ik wel af en toe. Dat mensen geïnformeerd zijn over zaken. Dat je denkt, oké, weet je, als je mensen op straat tegenkomt die hebben een mening over iets, die hebben iets gelezen. En en dan denk ik, ja, dat is ook een mening. Dat is ook een visie. Ja. Dat kan. Zullen we het hebben over de wedstrijd? Atletiek Club de Bilbao tegen Real Madrid, 0-2. Wat voor een finale was het? Oh, ik heb echt genoten van Real Madrid, de eerste helft, tegen Bilbao. Bilbao natuurlijk denkt, we gaan een prijs pakken. Misschien valt Real Madrid iets te halen tegen Real Madrid. En dan zit je naar de eerste helft, vooral van de middenvelders. En van Kroos, een soort robot die geen bal fout speelt. Er is geen vat op te krijgen, waar hij op het veld staat. Dan heb je ook nog eens Modric, die een ongekend hoog niveau haalt. Heb je Casemiro, die op de uitkijk staat. Ja, dan is het gewoon wachten tot een keer die bal valt voorin. En die valt dan. Ik vond vooral het middenveld van Real Madrid, de eerste helft, echt grandioos. Daar heb ik echt van genoten. En ik zat op een gegeven moment te denken, dit is gewoon hoe je middenveld in moet richten. En je moet eigenlijk zoeken naar een type Kroos, een type Casemiro en een type Modric. En dan heb je een middenveld. En dan kun je, als je ook ziet, de afgelopen jaren, je hebt natuurlijk heel veel lof gehad voor Xavi, Iniesta en Busquets. Hè. Mm-hmm. Die hebben ook, Iniesta en Xavi hebben toen ook het gouden balpodium gehaald in 2010 achter Messi. En dat was het droommiddenveld en het beste voetbal wat ooit gespeeld is. Maar deze jongens met z'n drieën, Kroos, Casemiro en Modric, die spelen nu al vanaf 2014, 2015 samen. Tot nu, dat is 2022, dat zijn toch vrij veel jaren. Daarin hebben ze het een en ander gewonnen. 3 Champions League op rij bijvoorbeeld. En dat heeft echt te maken met dat middenveld dat ervoor zorgt dat de defensie niet onder druk komt, omdat die bal langer dan bij andere ploegen in balbezit blijft. Omdat Kroos en Modric maken weinig fout. Als je ziet de paaszuiverheid van Kroos door de jaren heen. Ik heb het vermoeden dat is geen mens. Toni Kroos is gewoon een robot. Dat denk ik. En dan heb je ook nog die andere twee. En dat zag ik die eerste helft. Een rare gedachte is misschien, maar... Nou ja, ik vind het geen rare gedachte. Nee. En je weet het verhaal van de schoen, hè, van Kroos. Vertel. Nou, heb ik jou wel eens verteld, toch? Oh, dat vertelde ik al. En dat hij al een jaar of 10 op dezelfde schoenen van Adidas speelt. Hetzelfde model, wat eigenlijk niet meer gemaakt wordt, maar speciaal voor hem nog wel. Dus ja, het is wel... Toni Kroos is ook niet zo'n voetballer die heel vaak op de covers ziet staan van tijdschriften in Duitsland, waarin hij een soort van modieuze shirts draagt. Hè? Dat is echt een jongen die... Traditionsspeler. Ja, dat is echt een jongen die speelt de bal van A naar B. Die gaat naar binnen, die doucht zich en die pakt zijn schoenen in en dan gaat dan naar huis. Maar jij noemde hem een keer het mechanisme van een klok. Klok, ja. Ja, het is echt, als je op hem gaat letten, en dat deed ik gisteren bijvoorbeeld, omdat ik kreeg er erg in dat middenveld draait lekker. Dan ga je op Kroos letten en hoe ze tegen hem zitten van elkaar bewegen. En je ziet bijvoorbeeld Kroos, er zijn 2-3 spelers van Bilbao die proberen onder druk te zetten aan de linkerkant. En dan is er 1 speler dat er vrij. Dat is de rechtsback, stond vrij. Dat is een vrij grote afstand die moet overbruggen. En zal hij het gezien hebben. En wat gebeurt er? Die bal gaat uit die hoek zo naar de rechterkant. En Madrid kan uitvoetballen. En dat zijn ballen die geven 1 of 2 middenvelders in de wereld. Kunnen die op dat moment onder die druk die bal geven. En die hoge paaszuiverheid. Ja, balletjes breed. Nou, het is bij Kroos wel meer dan balletjes breed. Het is vooral zeer efficiënt. Mm-hmm. En ik moet altijd denken aan een schaakcomputer, als je dat tegen speelt op hoog niveau, ja. Dan heeft de schaakcomputer altijd een tegenzet. Dat je denkt, jeetje mina, dan, weet je, heb je wel eens met een schaakcomputer... Nee. Oké, maar daar moet ik bij, daar denk ik altijd aan Kroos. Dat is een soort schaakcomputer. Die heeft altijd een antwoord op positiespel en waar de bal dan heen moet. Vind ik knap. En hetzelfde geldt voor Modric, die bijna geen fouten maakt. En ook nog eens zielig is om naar te kijken. En Casemiro, die het eigenlijk zonder bal doet, wat Kroos met bal doet.
zo knap. Heel goed middenveld. Ja, en Moses die dan ook nog die mooie goal maakt. Belangrijke goal natuurlijk. En ja, waanzinnig binnenschiet. Ja. Waanzinnig binnenschiet. Hij heeft natuurlijk die gouden bal gewonnen, hè? Modric in 2018. Uh-huh. Toen werd er nog wel eens gereageerd van, ja, hoe kan dat nou, weet je wel, Modric. Is het misschien nu, met terugwerkende kracht, dat hij nog maar eens bevestigt van, hé jongens, die gouden bal is helemaal niet onterecht geweest voor mij. Waren er mensen die dat toen onterecht vonden? Ja, tuurlijk. Modric, ja, hoe kan je hem nou de gouden bal geven van Kroatië, dit en dat. Ja, dat kan ik me niet zo... Het is geen aanvaller natuurlijk. Voor de geest te halen. Alleen, hij was toen echt ook waanzinnig op het WK. Geen Ronaldo, het is geen Messi, weet je wel. Ik heb ook weer een elf van de week gemaakt en dat wordt natuurlijk morgen uitgezonden. En ik vond het wel mooi. En Misha in Canada heeft weer zijn best gedaan en heeft mij twee pagina's met geweldige stats gestuurd. En ik heb ook een speler van Real Madrid in het elftal staan. En dat is toevallig Modric. Alleen Modric was volgens Misha moeilijk in statistieken te vangen. En dat vond ik dan weer een geweldig compliment voor Modric eigenlijk. Dat je kunt tegenwoordig, ze scouten ook op data. Hè, dus je kunt gewoon op de knoppen, één druk op de knop, zoek een Kante. En dan komen daar 44 Kante's. En op basis daarvan maak je een selectie. Deze ook? Ja, die ook. Ja, je kunt zulke kan je ook vinden. Met algoritmes zijn er veel mooiere kannen te vinden. Waar je tegen kan zetten dan deze, ja, deze lelijke kan. Dit is een vrij lelijke kan, ja. Vrij lelijk, Maar dat is vrij makkelijk tegenwoordig. Maar Modric is gewoon... Ja, die zweeft boven die data uit, hè, als voetballer. En dat vind ik wel mooi. En ook, je kunt zeggen, hij scoort zo weinig. In het jaar dat hij de gouden bal won, scoorde hij denk ik 1 of 2 keer. En had hij 1 of 2 assists. Het is ook niet een jongen die uitblinkt, zoals Thomas Müller, die zijn 150 assists heeft gegeven in de Bundesliga. Niet dat Modric zoveel assists heeft in Spanje. Dat niet. Nee. Maar ik zou hem heel graag in de ploeg willen hebben als ik Kroos ben. Want dan weet ik altijd waar de bal heen kan. Het sluit ook een beetje aan op de uitspraak die Benzema afgelopen weekend deed. Ik weet niet of je dat interview nog hebt meegekregen. Nee. Dat hij zei van ja, tegenwoordig wordt alleen maar gekeken hoeveel je scoort en niet of je goed speelt. En als ik score, dan zeggen mensen dat ik hartstikke goed ben. Als ik niet score, zeggen ze dat ik niet goed ben. Ja, dat komt misschien wel een beetje samen ook met wat jij zegt over Modric. Ja. Ja, het zegt helemaal niks hoeveel doelpunten je maakt. Uiteindelijk zegt het wel iets, omdat je natuurlijk moet winnen als elftal, dan moet je wel scoren. Maar nee, maar als speler, aan zich. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt zeker. Ik heb het interview ook, nu weet ik het weer. In Frankrijk heeft een interview gegeven in Frans voetbal. Ja. Hij heeft daar wel gelijk, want hij is natuurlijk spits. Hij maakt doelpunten en hij krijgt nu eigenlijk een soort van lof toebedeeld op basis van het feit dat hij nu topscorer is en niet 14 doelpunten afstaat op Messi. Of 10 doelpunten achter op Suarez. Of 15 in de heeft gemaakt Cristiano Ronaldo. Maar hij is al die tijd dezelfde voetballer geweest. Maar hij wordt nu anders beoordeeld dan 4 jaar geleden. Terwijl als je de data gaat bekijken. Die heb ik toevallig toegestuurd gekregen van iemand die zei van... Nee, maar Real Madrid is veranderd. Maar eigenlijk is Benzema dezelfde gebleven. En dat klopt ook wel. Als je ziet, hij haalt toch nu ongeveer dezelfde data als 4, 5 jaar geleden. Alleen hij maakt hem iets meer. Omdat dat is zijn verantwoordelijkheid nu. En hij is ook weer 4 jaar beter geworden. Maar daar heeft hij wel gelijk in. Maar niet iedereen. Aan deze tafel doen we dat natuurlijk nooit. Zeker niet. Nee, toch? Als ik aan tafel zit. Als jij aan tafel zit? Nee. Heb je ook nog gekeken naar de derby van Sevilla? Ja, maar ik ben wel afgehaakt bij de dag daarna. Dacht ik. Ik ook, hoor, heb er geen zin in. Nee. Dit is. Je hebt het over het incident met het staaf. Of dat staaf, plastic, wat ik weet niet wat het was. Toen eerst werd het gerecht een speer, maar dat was het niet. De speer van de tribune gegooid. Ja, ik vond het wel jammer. De foto was goed trouwens. Vond het wel jammer, want het was een leuke wedstrijd. Ja. Het was zaterdagavond laat, hè, 9:30 begon de wedstrijd pas. En het zat, zoals Ruben altijd zegt, Fuego in. Fuego de Manchego. En Grinta. En Nabil Fekir, die zat er lekker in. Die scoorde vanuit een hoekschop. Jezus. Dus dat betekent, die had er maar zin in. Is dat nou een geweldige goal of is dat een blunder? Ja, dat is een geweldige goal. Ja, toch? Dat vind ik ook. Het is ook een blunder van want het mag een keeper natuurlijk, een volwassen keeper niet overkomen. Dat er een bal vanuit de cornervlak ingaat. Messi probeert al zijn hele carrière zo'n doelpunt te maken. En Nabil Fekir, die doet het voor de lol. En die zat er lekker in. En ik vind dat, dit zijn leuke wedstrijden, op emotionele wedstrijden. En dat bleek wel iets te emotioneel. Want er werd een speer beneden geworpen. Ja, het was voor mij een metalen buis of zo. Ja. Alleen de trainer van Sevilla, Lopetegui, die speelde natuurlijk een bepaalde rol. En daar was natuurlijk veel aandacht voor. Omdat hij gezegd zou hebben, volgens de spelers van Betis,
acteer dat je duizelig bent. Want dan kunnen we misschien iets uitslepen via de groene tafel. Of witte tafel, hoe noem je dat? Een 3-0 overwinning. En dan wint Betis zo'n wedstrijd. En dat heb ik wel gezien. Ik zag het voorbij komen. Ik heb daar geen zin meer in. Ik bedoel, dit is gebeurd. En ja, jammer zo'n wedstrijd. Op zaterdagavond worden ze om 4 uur of zo ingehaald. Ja, tussen alle andere wedstrijden door. Dan heb ik het laten zitten. Maar ik zag wel voorbij komen dat Guardado het vieren door zo'n bidon tegen zijn hoofd te gooien op de grond. En daar valt de mensen weer overheen van, ja, je moet dit gedrag. En Lopetegui heeft dat natuurlijk gezegd van, ja, als een meisje. Want, heb je dat gezien of het interview met Lopetegui of niet? Ja, die vertelde dus, die was heel boos. En die zei, ja, als een meisje in een kort rokje over straat loopt, vraagt ze er ook niet om. En die was echt heel boos dat het ging om zijn manier van handelen naar het incident. Dat daar de focus op lag, ook in de media. En niet op wat er eigenlijk daadwerkelijk gebeurd is. Dat er iemand kennelijk in zijn hoofd heeft, weet je wat, ik gooi een speer of een staaf naar een speler tijdens een wedstrijd. Ja. Daar moet het eigenlijk over gaan. En daar vond ik wel dat hij daar gelijk in heeft. Zo'n jongen moet zo'n stadion uitgehaald worden. Want je zag met grote grijns wie het was. Hè. Je zag het al meteen de camera. Ja, ze haalden hem eruit, hè? Ze waren heel blij dat jongens om hem heen. Maar dat is wel de omstanders waren ook wel. Die vonden het ook allemaal heel leuk. Dus je ziet het groepje waar die jongen mee was. Die zaten allemaal te grijnzen van, goh, we hebben een speler geraakt. Dat is Jordan. Ja, maar precies. Het is wel jammer, want we hebben het natuurlijk heel lang gehad over lege stadions. Hoe vervelend dat was. Maar volle stadions is ook een probleem aan het worden. Of ze zakken in elkaar, die stadions. Of de wedstrijden worden gestaakt. Of er worden spelers racistisch bejegend. Dat is wel vervelend natuurlijk. Dat soort incidenten allemaal. Wat dit seizoen weer wat aan de hand is. Maar goed. Ja, wat bezielig hè, als je zoiets uithaalt. Maar goed. Nou, ik heb nog nooit op de tribune gedacht, terwijl ik in een stadion zat. Ik heb nog nooit eigenlijk een speer in mijn auto gelegd op weg naar iets. Dat je denkt, je gaat op weg naar mijn schoonmoeder. Laat ik hem even meenemen. Speer in mijn auto. Ja. Weet je wel? Ja, maar daar gaan heel veel stappen vooraf, hè? Ja, dat is wel fascinerend. Je bent thuis en je denkt, van, zal ik hem meenemen dat ding? Ja, dan neem ik hem mee. En dan kom je bij het stadion aan en denk je van, nou, hij ligt in mijn auto, maar zal ik hem gewoon het stadion in meenemen? Ja, ik heb vroeger op atletiek gezeten, dus ik heb ook speer geworpen. Oh ja? Dat heb jij niet gedaan eigenlijk? Ja, speerwerpen, daar was ik niet zo goed in. Ik heb niet van die, ik was toen nog niet zo'n sterke jongen. Een klein iel mannetje. Dus ik was niet zo goed in speerwerpen. Maar die jongen die hem gooide, dat is wel een getalentvol speerwerper. Die is nu gescout. Ja, die zal wel gescout zijn, ja. Want dit is toch wel grappig. Ik ga mee naar de spelen dadelijk. Ja. Of dat doen ze niet op de winter spelen. Speerwerpen. Ijswerpen. Ja, misschien zoiets. Met van die, ja. Ja. Zullen we doorgaan naar Duitsland? Want jij noemde de naam van Thomas Müller ook al even. Die had een geweldige assist op Tolisso. Die hem aardig injankte, zoals Ruben zou zeggen. Is die er toch nog een beetje bij? Hier zien we Haaland trouwens. Ja, ja. Op de volgende slide hebben we Lewandowski die een hat-trick maakte. het was weer wat het ouderwetse. Is de vraag? En, ik heb er eigenlijk geen vraag. Het was gewoon het ouderwetse bij. Nou, Haaland. Weet je het eens van Haaland hebben? Nou, ik zag hem net voorbij komen met zijn lange haar. Hij wordt natuurlijk onder druk gezet door de club. En natuurlijk wel wat nieuws in Duitsland. En hij heeft ook een interview gegeven aan Fjørtoft, die altijd met Viaplay aanwezig is bij de wedstrijd van Haaland. Hij voelt zich onder druk gezet? Door Dortmund, omdat hij snel een beslissing moet nemen. En hij heeft nu gezegd, dan ga ik snel een beslissing nemen. Je zit toch te kijken naar, dat is het belangrijkste, de voice of Haaland. Want waar gaat hij heen? City, Barcelona of Real Madrid. En de komende maanden is dat alleen nog maar het thema. En je vergeet ook nog dat hij spits is en er 78 heeft gemaakt in 77 wedstrijden. Ja, daar gaat helemaal nergens over als je dat gaat zitten kijken. Maar wie heeft er nou gelijk, Sully? Wie heeft er gelijk? Ja, de clubleiding van Dortmund of Haaland? Allebei toch? Ik begrijp wel dat Dortmund denkt van, zouden we misschien tegen een bepaalde prijs nog een jaar van zijn diensten gebruik kunnen maken? Want hij maakte in 34 wedstrijden, normaal gesproken 34 of meer. Dat is toch wel een heerlijke wetenschap voor een club, dat je een speler hebt in de spits die er 34 maakt of meer. Zoals Lewandowski dat bij Bayern München doet. Het is een waanzinnige speler en hij is gewoon niet te houden voor Dortmund. Dortmund is nu een ideaal platform voor supertalenten. Daar is Haaland een voorbeeld van en daar is Bellingham een voorbeeld van. Als ze die dit jaar, komende zomer, weten te behouden, dan zou dat heel knap zijn. Maar ik zou er als clubleiding rekening mee houden dat ze allebei vertrekken. Zeker Haaland, want ja, die kan de clubs uitkiezen en de salaris er ook bij. Hè? Die komen zeggen, ik wil dit gaan verdienen. En dat kan Dortmund helemaal niet betalen. Teken geld. Ja, ook van alles. Allerlei soorten geld kan hij krijgen. Ja. Maar het is ook weer de doelpunt die maakt, weer twee. En dan speelt hij. Ja, de eerste was goed, hè? Die bal kwam net achter hem eigenlijk. En dan legde hij hem toch nog goed neer voor zijn linker en krult hij hem lekker in. Maar ik vond hem niet uitblinken.
Want ik heb een andere speler van Dortmund in het elftal staan. Die hou ik vast. Tot morgenochtend. Tot morgenochtend, ja. Ja, half één. Half één, ja. Half één, ja. Zeker, ja. Lewandowski. Kunnen we het ook nog heel even over hebben natuurlijk. Weer een hat-trick. Ja, dat is waanzinnig. Ja. Record, hè? 300 goals. Tenminste, ik weet niet of het record is, maar... Nee, hij is nog geen record. Hij moet nog 300 Bundesliga goals in ieder geval. Maar hij heeft er 300 gemaakt in de Bundesliga. Wat best veel is. Redelijk. En bij hem... En hij wordt een toormachine genoemd door ook de tegenstander. Ja, hij jankt er weer drie in. Maar als je gaat letten en je moet eigenlijk hem dan uitpakken en uitfilteren... en dan ook die goals gaan bekijken. Het maakt hem dus echt niet meer uit of hij naar links of naar rechts beweegt... en of hij dan in de loop links of loop rechts wordt aangespeeld... Met allebei de voeten doet hij het. Hè? Rond hij af als iemand die dat al zijn hele leven doet. Mm-hmm. Het is echt een machine geworden. En dat vind ik zo knap aan die goals. Want kun jij herinneren of hij ze met links of rechts gemaakt heeft? Want ik denk dat ook jij en ik denk ik en heel veel andere kijkers ook gewoon van uitgaan dat als hij een doelpunt maakt, dat eigenlijk, ja, het Lewandowski, daar ga je vanuit, die maakt die goals wel. Maar hij maakt ze met allebei de voeten op dezelfde manier. Ja. En dat is, ga maar eens kijken naar spitsen die nog niet zo ver zijn. Spitsen die aan het leren zijn om Lewandowski te worden, die moeten eerst de bal goed leggen naar een goede voet. Of die lopen alleen op een bepaalde manier vrij, want die andere manier, dat is een verkeerde voet. Bij hem maakt het helemaal niet meer uit. En ook de manier waarop je aangespeeld wordt, super hard door Thomas Müller bijvoorbeeld, of door andere spelers. Ze weten, het is Lewandowski, die heeft met allebei zijn voeten, kan hij op dezelfde manier afronden, het maakt niet meer uit. Hij is echt de volmaakte spits. En het is eigenlijk met terugwerkende kracht een schande dat hij de gouden bal niet heeft gekregen. En ook, dan mis je ook wel het punt bij hem, waarom hij zo goed is. En dat is wat ik dacht afgelopen weekend. Van, hij laat nu weer zien waarom hij de gouden ballen had moeten krijgen. Want dat maakt bij hem dus gewoon niet meer uit. Ik geloof dat hij twee keer met links scoorde en één keer met rechts. En als je jou een video voorzet van zijn goals, de laatste 30 goals, dan ga je schrikken. Hoe makkelijk hij dat eruit laat zien. En als je dan een andere spits tegenover zet, die wat jonger is en die de ambitie heeft om net zo goed te worden als hij. En je ziet hoeveel handelingen die nodig heeft en hoeveel handelingen Lewandowski nodig heeft. Ja, hij is wel echt waanzinnig, hoor. Echt een superspeler. De spits die een mooi doelpunt maakte, maar die helaas werd afgekeurd in die wedstrijd, was Mark Oet. Dat vond ik ook wel een mooi doelpunt trouwens. Heb je die nog gezien? Heb ik gezien, maar ik kan het me niet voor de geest halen. Want ik heb dat is jammer voor hem. Dat nou, ik heb mijn kop gestoten zondagavond. Dat meen je niet. Het opruimen van... Ik heb ook een beetje een blauw oog. Ik weet niet of ik kan zien hier een beetje zo. Ik ben tegen een rand aangeknald. Dus ik heb een thuis gewoon. Een geheugenverlies. Ja, het is geen grapje. Nee, het is geen grap. Het is niet leuk. Het goal van Mark Oet. Ik zeg maar even helemaal niets, maar... Dat moeten de kijkers erbij doen. Wil je het nog hebben over de Serie A? Of Juventus heeft weer gewonnen? Juve, ja. Of wil je wat anders zeggen? Nou, ik heb Atalanta tegen Inter aangezet gisteravond ook. 0-0. Ja, 0-0 gebeurde. Op zich, de twee keepers waren de uitblinkers. Mijn koopbijn is natuurlijk die ook met Deroen speelde. En De Vrij en Dumfries niet. Hè. Die kwamen er pas later in. Maar ik vind het wel mooi om te zien de groei van... Teun Koopmijn is het eerste jaar bij Atalanta en nu toch al een basisplaats veroverd en speelt daar dan ook, het is vrij tactisch allemaal, hè, wat je moet doen, wie pakt wie op en dan speelt het tegenover Barella bijvoorbeeld. Wanneer pakt de Roon Barella op, wanneer de Koopmijn, zodat hij dat daar heel makkelijk kan schakelen en dat zo'n jongen dat best wel langzaamaan zo, want Atalanta is gewoon Italiaanse top, hè, dat vergeten we, Atalanta is geen kleine club en die houden dan de titelkandidaat en de kampioen heel knap op een 0-0. En dat is al wel leuk om te zien. Ja, ben je verbaasd? Maar je wilde iets over Juve vragen? Nee, ja, ik vroeg me gewoon af of je iets nog kwijt wilde over de Serie A. Maar ben je verbaasd door die ontwikkeling van Koopmijners? Nee, want je zag het bij AZ ook al. Hij kan heel makkelijk schakelen van centraal verdediging naar middenveld toe. Hè, dat hij allebei de plekken kon. En ik heb het wel eens met Simon Zwartkruis, de AZ-watcher, over AZ-spelers. Want ik dacht van, hey, is die eigenlijk niet te goed voor AZ? En vertelde je over, wat ik nu vertel, hè, dat zijn de intelligentie eigenlijk, spelintelligentie, dat zijn grootste kracht is. En dat hij zich heel makkelijk weet aan te passen aan nieuwe omstandigheden. En dat zie je nu in zijn eerste jaar in de Serie A. Want omdat het Teun Koopmijner is, omdat hij natuurlijk al aanvoerder is geweest van AZ, ga je ervan uit dat hij het maar zo makkelijk kan. Maar... Ja, zo'n aardige kijk, stap nog. Kijk naar al die spelers die naar buiten zijn gegaan. Justin Kluivert en zo. Hoe moeite ze hebben de eerste paar jaar om te wennen aan veel hoger ritme. Veel meer wedstrijden. Veel meer verantwoordelijkheden. Veel meer tactiek. Veel meer foutmarge eigenlijk. Er kan veel meer fout gaan. En hoe makkelijk hij dat eigenlijk oppakt. En hoe,
snel hij zijn medespelers en vooral zijn trainer Gasperini overtuigt. En daar dan op een vrij verantwoordelijke plek in het centrum voor de defensie zijn plek verovert. Dat vind ik wel knap. En dat is veelzeggend. Ja, ik denk als je het zo schetst dat jij niet verbaasd zou zijn als hij misschien komende zomer al wordt opgepikt door een club als Juventus. Nee, dat zou ik wel heel snel vinden. Zou we snel vinden? Dat zou ik wel heel snel vinden. Ik denk wel dat je 2-3 jaar en dan helemaal... Aangezien dit al zo snel oppikt? Ja, nee, kijk, dat kan. De Ron is natuurlijk ook naar Middlesbrough gegaan, hè, tussendoor. Ja. Voor 15 miljoen en dan weer teruggekeerd. Dat kan, als er een club is die veel geld wil betalen. En Newcastle wil voor iedereen veel geld betalen. En je kan daar een bedrag verdienen dat je denkt van oké, dat kan ik niet laten liggen. Dat zou kunnen, maar normaal gesproken zou ik wel gewoon ervoor zorgen dat je echt de beste bent van het elftal. En echt aantoonbaar elke week gewoon de patroon bent op het middenveld. Dan zou ik pas een stap gaan doen. Want bij een andere club in de Premier League, bijvoorbeeld, jij zegt Manchester United noem je nu. Dan kom je op de bank terecht en dan kom je een soort Jadon Sancho tragiek, Donny van de Beek tragiek, die eigenlijk te hoog ingestapt is en nu heel blij moet zijn met een minuut. Weet je wel, met een minuut invallen en dan word je om 3:30 s'nachts, heb je dat gezien? 3:30 s'nachts op het Twitter-account van Manchester United word je gefeliciteerd met je 50ste wedstrijd. Dat is Amerika natuurlijk dan wel, weet je, dat is een Amerikaanse toestanden zijn dat. Maar ik vind dat wel absurd dat je Donny van de Beek een minuut voor tijd laat invallen, omdat je, voor wat? Dat hij toevallig tegen de bal aanloopt. Hij had nog wel een kans trouwens. Hè? Sorry? Hij kreeg nog wel een kans. Ja, misschien dan heeft de trainer gelijk. Maar op basis van 1 minuut invallen kun je toch niet aan jezelf vertrouwen werken. Niet, ja. Niet. Ik heb het niet gezien, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar Nani heeft volgens mij gespeeld bij Venezia, of niet? Ik heb het ook niet gezien. Maar ik weet dat Nani naar Venezia is gegaan. En dat is een verrassende transfer. Ja. Maar hij heeft iets gedaan. Hij heeft gescoord. Dat weet ik niet. Maar, moeilijk gesprek dan, als we allebei niet weten wat hij heeft gedaan. Dit laten we er gewoon in zitten. Ja, Nani is naar Venezia. En Venezia heeft een hele aparte... die hebben echt een vrij internationale selectie. En die scouten ook op basis van druk op de knop. En wie komen er dan uit? En dan gaan we die eens bekijken. Die hebben heel veel verschillende internationaliteiten. En Habs ook. Habs, Amerikanen ook. Is echt een leuke stad. Ben je al in Venezia geweest? Een keer zelfs. Heel leuk. Voor of na de coronaperiode? Voor. Voor. Dus je hebt ook met 80.000 man op het San Marcoplein gestaan. Ja. In 45 duiven graden. Gevoerd. Duiven gevoerd, ja. Ja, dat heb ik allemaal gedaan. Nou, mooie stad, hè? Ja, als je een beetje weg van de drukte gaat en dan ergens een... Jij hebt het ook gedaan. Ja, anders weet ik het toch niet. Nee, maar ja. Ik vond Venetië echt een... Ik heb alleen nog nooit in zo'n gondel gezeten. Ik heb in een gondel gezeten. Met je vriendin of met je vrouw? Met mijn vriendin destijds. En... We gingen om 12:30 smiddags zo'n gondel in. Betaal je grof geld voor. En, dat is niet betaald, nee. En 150 euro of zo betaal je dan, weet ik veel. Je wordt echt opgelicht. En dan, maar we gingen wel. Het was een hele leuke gondelier. Die gingen bij zingen. En die zette ons al af, want ik had geen geld bij me. Dat is wel vrij lastig als je 150 euro... Ik had geen geld bij me. Maar hij zei, geen enkel probleem, stap in. We varen gewoon langs een pinautomaat. Dus we zijn dwars door Venetië... gevaren. Ben je gepind vanuit die boot ook? Nee, ik ben uitgestapt. Want alles gaat via het water in Venetië. Ja, ja. Dus ook de pinautomaat is onbereikbaar alleen via het water. Dus ik heb daar keurig ben ik die gondel uitgestapt. Ik heb gepind. Ik heb terug die boot in en we zijn door. Ergens onderweg ook nog een broodje gehaald. Alles kon met deze gondelman. Opgegeten in de gondel? In de gondel. En ik heb niet mijn vriendin ten huwelijk gevraagd destijds. Maar dat had eigenlijk wel een ideaal moment geweest daar in die gondel. Ja, dat was echt een fascinerende stad. Prachtig, mooi verhaal. Ja. Ja, je zou een keer supporter willen zijn, toch? Van Venezia? Ik wil niet zeggen dat ik een staaf zou willen gooien vanuit de tribune, speer. Maar wat jij schetsen, er gaan hele stappen vooraf. Maar het is tegen Real Betis, tegen Sevilla. Dus dat is een. Gevoelig. Dat is water en vuur, dat is een hete derby. Maar ja, dat je het in je hoofd haalt om iets. Het veld op te gooien. En je weet dat zo'n wedstrijd dan gestaakt gaat worden. En dat er problemen van komen. En je weet ook dat er allemaal camera's hangen. Ja, dan moet er toch wel iets mis met je zijn. En ja. Dat heb ik ook altijd bij Feyenoord supporters bij Europese wedstrijden. En je weet dat Feyenoord een boete krijgt van een paar ton.
Ja. En toch blijven ze maar die aanstekers gooien en weet ik veel. Ja, kennelijk is daar iets groters dan zichzelf. En dat maakt met, als je met groepen bent, dat je dan kennelijk het nodig vindt om een heel terras leeg te trekken en de stoelen dwars door ramen te flikkeren. En dat dan leuk is. Ja, ik weet het niet wat daar leuk aan is, maar het zou goed maar zijn. Jij hebt wel een keer gezegd dat je ooit deze studio zou willen afbreken. Dus, klopt. Ik heb die gevoelens wel. Dus jij hebt die gevoelens ook wel. Hey, jij daar. Abonneren. Anders breek ik hier die hele tent af. Ja, het staat op beeld, Soelie. Ja, ik moet zeggen, het is wel een potentieel goede hooligan, zag ik daarnet aan het werk. Ja. Ja. Kan er wel, Ik moet nog een hoodie op en dan ben ik er klaar voor. Ben je er? Ja. Maar zeker, Soelie, dit was hem. Straks het 11e van de week met Jarno voorbij. Ja, ik heb er zin in. Ja, ik ook. Ik ga achter de knoppen zitten, dus. Ja, weet je trouwens dat Ruben was... Nee, ja, Ruben is dus het vorige keer tijdens het elftal gewoon weggelopen. Omdat hij dan... Tijdens de opnames? Tijdens de opnames, ja. Ja, dat is toch wel asociaal. Bij het die op vakantie is, eerlijk gezegd. Ja, zo is het maar net. Ja. Oké, Soelie, dankjewel. En jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog, want kijken is liken, toch Soelie? Kijk eens liken. Ja, dat is de belangrijkste boodschap, jongens. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video van Voetbal International.